Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Huppelen, huppelen. Huppelen, huppelen in de gang. Ik heb een ballon van zo. Oeh, een ballon. Wauw, dat is ook een ballon. Van Samson. Ja! Ik ben met Bente en wij gaan naar de Samson. Oeh, het is koud. Samson en Gertje. Hoe vond je de show? Ja, was het leuk? En nu zijn we in de... Waar zijn we? In de kwik. Bent heeft het koud. Want we zitten aan de deur. Nog garen. En wie hebben we gezien? Nieuwe baasje van Samson. Marie. Marie, ja. Goed zo. Het eten is er. Is het lekker? Ja. We hebben allebei Happy Meal. Ik met een hamburger en Bente met chicken nuggets. Dat is het woord voor Bente. Ja, BFF's. Dat is een taal. BFF. Hallo Bente. Bente. Vind je dit een? Kijk, ik hoor je niet, Bente. Kijk. Het is de volgende dag. De dag na de Samson en Gertshow. Ik heb gisteren niet meer gevlogd, want ineens kreeg ik weer heel veel pijn aan mijn tand. Ik weet niet of je het op camera goed ziet, maar deze kant van mijn gezicht is redelijk wat dikker dan de hier. Weet je het? Dus ik ben deze morgen, het is zaterdag trouwens, ik ben deze morgen naar de dokter van Wacht geweest. Omdat de tandarts is niet open. Anders moet ik weer naar de tandarts van Wacht gaan. En ik was vrij zeker dat het ontstoken is hier allemaal. Door de ontzenuwing. Dus ik heb nu antibiotica gekregen. En ontstekingsremmers. Dus hopelijk dat het wat beter gaat gaan. Het doet wel weer nog pijn. Minder nu, gelukkig. Nu is het redelijk oké. Maar gisteravond was het weer heel fel. Dus let's hope. Dat het beter gaat gaan. Ik ga nu dikke soep van papa eten. En ik ben Jane the Virgin aan het kijken. Milky wil ook graag hallo zeggen. Oh, milks. Om een of andere reden kan ik dus Jane the Virgin seizoen 5 al kijken. En Celine niet, dus heel raar. Ik weet niet hoe dat komt. Maar blijkbaar in België is dat nog niet uit. En ik kan dat wel zien. Dus ik snap er echt niks van. Katjes. Het is trouwens echt gek dat de zetel nu terug zo staat, maar er is wel echt veel meer ruimte. Ik moet de kerstboom ook nog naar de garage brengen. We zitten in de auto op weg naar de cinema in Hasselt met we. Mij en Niels. En Niels meet vandaag de parents aan. Ik heb zin, maar jij niet. Dus ik vind het spannend. Omdat ik nog nooit veel mensen heb voorgesteld aan mijn ouders. Dus hopelijk keuren ze hem goed, hè. Zullen we het zien. Yeah.
het is de volgende dag. Het is zondag vandaag. En we gaan ontbijten. Al met pillen. Pillencocktail in de morning. Maar ik moet dus antibiotica nemen en ontstekingsremmers voor mijn tand. Oei, hier. Dat is voor mijn kaars. En dan deze middag gaan we bij mijn ouders eten, denk ik. Dus ik denk dat we serie gaan kijken nu. We zijn de Bodyguard aan het zien. En dan, terwijl ontbijten, we wouden eerst naar de markt, maar we gaan cornflakes eten. Wij zijn, gaan we op de grond zitten? Oké, we gaan op de grond zitten. Ik zou wel op de mat gaan zitten. We zijn ondertussen terug thuis, bij Niels thuis. Hey. En we hebben sushi besteld. Yummy! Oh, de laatste dag dat we gaan cheaten, hè. Vanaf morgen gaan we gezond eten, hè. Ik ben benieuwd. Jawel, ik ga er echt voor gaan. Het is echt nodig, want shit. En ook gedaan met de wijntjes vanaf morgen. Een laatste glas en dan is het gedaan.